Eerst is het woord aan Herman Oldink, dagelijks bestuurslid van het waterschap. Goedemiddag allemaal. En ontzettend mooi dat jullie er allemaal zijn. Dit is wel een mooie dag. Ik ben eigenlijk ook wel, ja, hier staat ook een trotse bestuurder die trots is op wat hier gerealiseerd is in het afgelopen jaar. We gaan even terug naar 1998. Toen was er in het gebied, in het Dalserveld, was enorm veel wateroverlast. De hele herfst heeft het geregend, het water stond op het maaiveld en onze toenmalige dijkgraaf Siebe Schaap die zei van jongens, dat kan zo niet. Daar moeten we wat aan doen, daar moeten we mee aan de slag. Het totale gebied wat op dit moment, of nee, voordat dit gemaal dan kwam, wat afgevoerd werd op Struggelzeil en Galgenrak, dat was 18.000 hectare groot. Inmiddels is nu een gedeelte van die 18.000, ruim 4.000 hectare, wordt hier naartoe wordt afgekoppeld. Nou, in 1998, u weet, als dan de plannen er zijn, dan wordt er onderzoek gedaan, er worden de normen bepaald, het bestuursakkoord water wordt er nog eens een keer bij gehaald. En uiteindelijk resulteerde dat in 2013, 2014, onder het toenmalige bestuur, dat hier toen een aantal gemalen zijn gebouwd, onder andere bij de Brand en bij de Hoevenweg. Er is een 1,7 kilometer nieuwe watergang is er toen ook gegraven. De bestaande watergangen die zijn wat verbreed. En dat is ook iets wat ook bij het waterschap hoort. Er zijn ook vispassages aangelegd. Dus vispasseerbare stuwen zijn er gemaakt. Er is 140.000 kuub zand verzet. De meeste zand is wel in het gebied gebleven. Maar ook Hessenpoort heeft wat van het zand meegekregen. Toen is niet alles gelukt in 2013, 2014. Wij wilden het laatste stuk graag aanleggen. We wilden dit gemaal graag bouwen. Maar we hebben toen in die periode last gehad of voordeel gehad, hoe je het ook maar uit wilt leggen, het traceerkeuze van de N34, dat speelde er door. We hebben samen met de provincie de grondverwerving gedaan. En ik moet zeggen, ja, de provincie heeft daar wel een merendeel in gedaan. Laten we die complimenten aan de provincie geven. En wat ik eigenlijk wel ontzettend goed vind van de provincie is dat ze dat zonder procedures hebben gedaan. Er is best wel veel overleg geweest, maar uiteindelijk heeft er niemand onteigend. En er is altijd naartoe gestreefd om eruit te komen met elkaar. En dat is gelukkig gelukt. 2018 is dit aanbesteed, is de laatste deel van de Dalsere veldwetering is aanbesteed. Dit gemaal is aanbesteed. Dura Vermeer heeft die aanbesteding toen gewonnen, maar die heeft het met lokale aannemers gedaan. En dat vind ik ook altijd wel mooi, dat ook de lokale aannemers gewoon bij dit soort projecten betrokken zijn. Ja, dit heeft ook geld gekost, mensen. Totaal heeft dit nog wel een behoorlijk bedrag gekost, maar ook daarbij heeft de provincie ons weer geholpen met de popgelden. Maar totaal hebben we hier 10,9 miljoen uitgegeven. Niet alleen dit gemaal, maar ook de Dalse veldwetering en de fase 2013-2014. Wat we nu hebben is gewoon een geweldig inlaatplan en uitlaatplan voor die 4000 hectare. We kunnen het water inlaten als het droog is en als er te veel water is. Maar de afgelopen tijd is er nog wel wat water gevallen. Kunnen we het eruit halen en in de vecht laten lopen. Ik ben er trots op dat het gerealiseerd is. En straks met Bert Boerman dan druk ik met veel plezier op deze knop om deze hele installatie in werking te zetten. Bert. Een mooi voorbeeld, hè? Want als je dan die 18.000 hectare waar je het over had, Herman, ziet, dan weet je eigenlijk met elkaar ook wel dat we dat niet alleen via dat enige maal Struggelzeil allemaal kunnen handelen. En dat we daar ook alternatieven voor moeten ontwikkelen. En dat is gebeurd in de afgelopen jaren. Want er zijn eigenlijk in deze IJsselvechtdelta, waar dit ook onder valt, heel wat plannen al gerealiseerd. Als het gaat om waterveiligheid, maar ook als het gaat over omgaan met dat klimaat. Denk aan de vergroening van Zwolle, regionale keringen die gecombineerd worden met woningbouw. Maar ook innovaties, wateropvanglocaties. De plastic rood waar je water in kunt opvangen. Ruimte voor de rivier, de IJsseldelta Zuid. En natuurlijk ruimte voor de vecht. En deze regio, daar mag u best met elkaar, en zeker ook het algemeen bestuur van het waterschap, best trots op zijn. Staat bekend ook in Nederland als een hele innovatieve regio, daar waar het gaat om die combinatie van klimaatadaptatie en waterveiligheid. De manier waarop je daarmee omgaat, met wateroverlast en waterveiligheid moet ik zeggen. Want niet voor niets hebben we als provincie, als pilot voor het ministerie, het eerste regionaal adaptatieplan met elkaar opgesteld. En daarin is kennis en energie
vanuit die verschillende partijen, maar ook vanuit verschillende disciplines gecombineerd en benut. Eigenlijk is er altijd met iedereen die in het gebied woont het gesprek gevoerd, hoe kijkt u daar tegenaan? En klimaatadaptatie is nou bij uitstek een van die onderwerpen die niet alleen door de overheid is op te lossen. Iedereen in de samenleving heeft daar eigenlijk zijn eigen rol in. En zo komen we samen iedere keer een stapje dichter bij die oplossingen voor een adaptieve, een voorbereidend op die klimaatveranderende inrichting. En die samenwerking zetten we ook door bij de stresstesten die we met gemeenten doen, met waterschappen, provincies, allemaal nog dit jaar. In deze regio willen we bij die analyse ook vooral kijken naar kwetsbare plekken voor hitte, droogte, overstromingsrisico en wateroverlast. Maar we willen dat vooral ook echt samen doen. En vandaag voegen we dan weer een mooie mijlpaal toe aan het werken aan die waterveiligheid in deze regio. Dat zien we met de opening van het gemaal Broekhuizen en Dalfsverbetering. We vragen om gezamenlijk. Kijken wie je boven en onder de hand legt. Maakt niet uit. Hey, wat gebeurt er dan? Ja, dat weet ik ook niet precies, maar dat is een verrassing. We gaan het proberen. 3, 2, 1, yep! Dat zijn toch wel de krentjes uit de pap, of niet? Ja, absoluut. Zeker waar je staat op een kruising van weg en water, waar dan zo'n prachtig gemaal bij gerealiseerd wordt, ja, dan sta je inderdaad op een goede plek. Hoe belangrijk is dat, zo'n gemaal? Nou, als we kijken naar de klimaatverandering, waar we allemaal mee geconfronteerd worden, dan is het zaak dat we in tijden van wateroverlast, maar ook van watertekort, middelen hebben om dat water goed af te voeren of aan te voeren. En zo'n gemaal is daar echt cruciaal in. Zeker als we kijken naar het achterliggende gebied, 18.000 hectare groot. Moest tot nu toe eigenlijk via één gemaal, Streukelenzijl, Galgenrak ook nog een beetje. Maar dat was absoluut te weinig. Daarom ben ik blij dat het gemaal vandaag opgeleverd is. Ik kan me voorstellen. 20 maart zijn de verkiezingen voor het waterschap, maar ook voor de Provinciale Staten. Kijkt u daarnaar uit? Ja, ik denk dat verkiezingen, dat is toch ook het feestje van de democratie. En het is goed dat mensen hun stemrecht gebruiken en hun stem uitbrengen, ook op 20 maart. Zowel voor de Provinciale Staten als voor het waterschap. Want zo'n gemaal als dit vraagt om samenwerking, maar vraagt ook om mensen uit de praktijk met draagvlak in de samenleving. Dus stemmen, 20 maart. De officiële opening van gemaal de Broekhuizen is een feit. Het wordt door veel automobilisten al de landmark van de Hessenweg genoemd. Nou, dat is toch een groot compliment, Sjouke Westhoff. Je bent de architect van dit prachtige gemaal. Ja, absoluut. Ik vind het zeker een heel compliment. Met de gedachte om dit te ontwerpen. Dus een aantal jaar geleden ben ik hiervoor gevraagd en benaderd. En had ik echt het idee om iets neer te zetten waarin de mensen bewust worden van waarom hebben we droge of natte voeten. Dus dat je echt kan zien wat er gebeurt. En zodoende ben ik bezig gegaan om te kijken in dit landschap wat past wel en wat past niet. En is dit ontwerp naar voren gekomen. En in het ontwerp ben ik heel erg uitgegaan van het landschap met de dynamiek en de beweging. Maar ook dat er pompen zijn die draaien. En in het ontwerp heb ik juist door de hand van die kort en stalen lamellen die beweging in het gebouw gecreëerd. En de reflectie van de rivier en de waterpartij daarvoor proberen te integreren. Het is geen ontzettend opvallend gebouw. Het gaat echt inderdaad, wat je al zegt, heel mooi op in het landschap. Hè? Dat is denk ik ook waar het voor moet staan. Absoluut. Ja, het is iets eigenlijk. Als je iets in een landschap doet, dan het landschap, de natuur, het groen, het groeit. En nu zet je iets neer wat eigenlijk statisch is en het beweegt eigenlijk niet. Dus alles wat je toevoegt vind ik dat het wel naar zijn functie mag. Maar door de bewuste gebruik te maken van natuurlijke materialen zoals kort en staal, waardoor die natuurlijke kleur naar voren komt, staat het er echt van ik ben er. Alleen maakt het zich een beetje klein door die kleuren en schikt het zich in het landschap.